Fleetwood Mac hier op Breda Nu Radio. De artiest van de maand deze maand bij het programma NAKPRAAT. Ja, en dan zijn we toegekomen aan het eerste item. En, ja. Voor beide heren aan de overkant, alhoewel Leon op dit moment een bakje koffie aan het halen is. Is het erg lastig om aan te geven waar dat om zou gaan. Want jullie weten het niet. Maar het is deze week namelijk 8 jaar geleden dat we in de voorbereiding waren op iets anders spectaculairs. Dat was namelijk het Rekt Nak verhaal. Met daar onder andere in 72 uur radio maken. Ik heb daar wat fragmentjes van geselecteerd. Die wil ik eventjes aan jullie laten horen. En daarna wil ik jullie even wat laten. Wil ik daar wat vragen over stellen aan jullie? Heel goed, dat is goed. Alle acties bij elkaar van de NAC-supporters moeten 4 ton bijeenbrengen. 4 ton, het is een smak geld, maar we hebben de eerste weken al gezien ja, dat er in Breda heel wat loskomt bij de ondernemers en bij de supporters en alles wat NAC-sympathisant is. En dat is een geruststellende gedachte, maar het is nog wel hard werken. De acties gaan onverminderd door, zoals we ook vanmiddag de paaseitjes hebben ingepakt en die we komende weken gaan verspreiden over een aantal winkels in Breda en omstreken. En hoe staat het met de plannen voor het Geel-Zwarte Huis? Geel-Zwarte Huis gaat heel erg goed. We zijn met een aantal partijen al om tafel om de uitzendingen te verzorgen. En dat gaat er heel erg goed uitzien. We zijn met NAC in overleg hoe we het huis gaan faciliteren. En hoe we het een en ander aan de lopende projecten erin gaan integreren. Om het gewoon tot 1 groot feest te kunnen maken. En zoveel mogelijk te kunnen ophalen voor de stichting. Het gaat goed met Red NAC. NAC redt het wel. NAC redt het wel. 72 uur. 6 DJ's. Opgesloten in het Geel-Zwarte Huis. Dit is live vanuit het Radverlegstadion. Red NAC Radio. Hallo. Op Stadsradio Breda. Het komende uur met Mark van Tilborg en Leon Dekkers. Here. Op 1073 FM, 92.9 kabel en op internet www.stadsrtvbreda.nl. Stadsradio Breda. 72 uur, 6 DJ's, opgesloten in het Geel-Zwarte Huis. Dit is live vanuit het Radverlegstadion, Red NAC Radio. Hallo. Op Stadsradio Breda. Komende uur met Marcel Peters, DJ Pino. Dit is NAKPRAAT. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. 2011. Ja, we gaan terug naar het jaar 2011. En beide heren staan aan de overkant die daarbij betrokken zijn geweest. Marcel en Leon allebei. Ik wil jullie het volgende even voorleggen. We zaten toen in de financiële problemen. 8 jaar terug. Het was hard nodig om die 4 ton bij elkaar te halen. Volgens mij hadden de sponsoren al 1,7 miljoen bij elkaar gebracht. En NAC moest toen, de rest moest nog de 4 ton bij elkaar geraapt worden. Ja, als je de link maakt naar deze keer, hebben we geen financiële problemen. Maar hebben we meer problemen. Met betrekking tot het kwaliteit van spelers die op het veld staan. Sportief. Maar de situatie bij NAC was eigenlijk wel hetzelfde. Een algemeen directeur die toen vertrokken was, Mommers. Daar kwam een andere algemeen directeur vertrouwen. Iets met Laar. Ik ben even zijn naam. Busselaar. 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 De bedrijfendokter. Dokter Het Busselaar. Ja. Die moest toen binnenkomen. Nu hebben we de situatie dat ook Smulders weggestuurd is in de afgelopen periode. En er natuurlijk iemand uit Friesland die Heerenveen de komende tegenstander heel erg goed kent. Binnen is gehaald. Ja. Vraag aan jullie. Als jullie die twee situaties, je kunt financieel en speltechnisch kun je niet met elkaar vergelijken. Maar organisatorisch, wat heeft NAC in die afgelopen jaar eigenlijk hiervan geleerd? Nou ja, het enige wat we wat ik denk dat ze hebben geleerd, is in ieder geval niet overmatig geld uitgeven wat er niet is. Ja. En dat is mede dankzij in ieder geval de directeuren die ertussen hebben gezeten. Dus geen geld uitgeven wat er niet is en vooral niet meer uitgeven dan je hebt. Die filosofie hebben ze wel heel nadrukkelijk blijven nastreven. Dat geldt voor alle directeuren, ook alle interims. En echt ook Stefan Enskes, noem ze maar op. Die is ook harder gaan saneren. Die heeft heel veel wat werk verricht voor het goed kunnen functioneren van Justy Goetzee. Die vervolgens ook zijn werk gewoon uitstekend heeft gedaan op heel veel vlakken. Als het gaat om reorganiseren en op de centen passen. Een goede relatie weer opbouwen met de gemeente en de KNVB. En gewoon een financiële gezonde huishouding zonder al te veel boekhoudkundige trucjes. Ja, maar dat zonder of waarbij het sportieve
de sportieve prestaties wel een beetje uit het oog zijn verloren. Ja, precies. Daar is NAC, kun je afvragen. En dat hebben ze zichzelf ook gevraagd. Hebben we niet iets te enthousiast te ver doorgesaneerd? Met als gevolg dat we... Het is een beetje doorgeslagen. We waren alles tafelzilver al kwijt op een gegeven moment. Door alle lappe acties. En we wilden ook wel het beste jongetje, het braafste jongens uit de klas zijn. Hè? Als het gaat om keurig op tijd de plan van aanpakken indienen bij de KNVB. En punten scoren, et cetera, in dat financial rating system. Dat is allemaal leuk en aardig. Daar hebben we toch allemaal wel de licentie binnen boord weten te houden. Maar het wordt extra wrang als je bijvoorbeeld weer zo'n FC Twente aan de gang ziet gaan. De begrotingen en plannen van aanpakken die voor geen meter deugen, die willens en wetens de KNVB om de tuin hebben geleid. Ja. Die krijgen daar een sanctie voor slechts €185.000 of zo. Maar dan weten we vanaf nu ook van ja, we hadden ook gewoon €185.000 kunnen betalen. Dan hadden we gewoon ze helemaal door de tuin kunnen leiden. Ja, en dan moet je je nog afvragen, hadden wij die miljoenen die kwijtgescholden zijn bij Twente op dit moment, die hadden wij graag kwijtgescholden willen worden. Want als je praat over, net zoals bij de Red NAC actie, vandaar ook de linken die ik wilde leggen na 8 jaar terug. Hmm. Die 2,1 miljoen waren toen draaide. Peulenschilletje. Ik geloof dat er alleen al 4 miljoen door de ABN AMRO kwijtgescholden is bij Twente op dit moment. Precies. Ja. Maar vergelijkbaar, Mommers met Smulders? Nee, totaal aan de vooral. Nee, dat vind ik niet. Mommers had zo zijn eigen... Ik kon op persoonlijk vlak iedereen goed mee opschieten. Ik kon er altijd heel leuk over hoewel uit. Hoewel er wel een overeenkomst is, ze hadden allebei carte blanche. Ja, inderdaad. Nou, daar doelde ik eigenlijk ook. Precies, dat is de overeenkomst die inderdaad... Daar schuilt een groot gevaar. En op het moment dat er te weinig controle is... Ja, geen controle. Of geen controle, maar ook te weinig mensen... die het met voldoende body en overredingskracht... om iemand op de vingers te wijzen. Ja, ja. Als dat ontbreekt, zodra dat ontbreekt... dan krijg je dat soort fratsen. Dat iemand volkomen onverantwoorde uitgaven doet. Ja. Die we ons niet kunnen permitteren, ja. Dat gebeurt. Dat is wel de overeenkomst, ja. Ja, toezicht, maar uiteindelijk heeft de blik die toen gericht is, 8 jaar terug, om vol op het financiële in te gaan zetten. En inderdaad, de groep langzamerhand, die is eigenlijk steeds minder geworden in de afgelopen 8 jaar. Uiteindelijk gevolgend tot een degradatie 3 seizoenen terug. Ja. Waar we gelukkig binnen 2 seizoenen weer terugkwamen. Of 4 jaar is het onderhand alweer. Want toen kwamen we 2 seizoenen daarna terug in de Eredivisie, waar we nu... waarschijnlijk maar 2 jaar weer inblijven. Ja. Het wordt allemaal wel een beetje hetzelfde weer. Het is wel op allerlei vlakken een repeterend verhaal. Ja, klopt. Je zou zeggen, een ezel stoot zich niet meer aan dezelfde steen. Maar dat zijn elke keer andere ezels. Ja, dat doen wij dus wel. Ja, NAC lijkt historisch zeg maar in dezelfde cyclus te blijven zitten. Dat is best knap. Zo om de 7-8 jaar komen we dezelfde ellende steeds weer tegen. Dus is dit dat in het DNA? Ik zou eigenlijk liever... We koketteren daar wel eens mee. Hè. We moeten echt op gaan letten. Dat we dat soort dingen, de bekende cyclus... dat we om de 7-8 jaar weer in de ellende belanden. Ja. Daar moeten we ook niet gaan cultiveren. Daar wil ik eigenlijk ook echt gewoon een keer vanaf. Dat klopt, maar je weet wel dat het gaat gebeuren. Ja. Ja, dat weet je wel. En die geldzorgen, dat is wel een beetje rode draad in het bestaan van NAC. Ja, dat is want als je kijkt naar de oprichting, dan was er al een schuld. Ja, we zijn juist ons voortbestaan, bestaansrechten, ontlenen we uit geldzorgen. Dus om het maar even zo te schetsen. Nou ja, nee. Nou ja, daar willen we vanaf. Maar we moeten niet gaan cultiveren. Nee, we moeten het niet gaan weglachen van... nou ja, dit is het DNA en zo is het nou eenmaal altijd. Nee, we moeten het streven moet er altijd heel nadrukkelijk voorop staan... om van dit soort ellende voor te zijn. Ja, vind ik ook. Want we kunnen heel wat hebben. Een enorm dikke huid als supporter, als clubmensen. Zeker het club afgelopen jaar. Maar op een gegeven moment... Je wil dat het ophoudt met dat je elke keer weer belachelijk wordt gemaakt. Ik wil wel eens een rustig seizoen. Dat je rustig achterover kunt leunen met een pilsje. Ja. En dat je denkt van 13e plek. Maakt niet uit. Ach jongen toch. Ja, maar geen 13e plek in de keukenkampioendivisie. Nee, dat niet. Nee. We hebben het over Eredivisie. Ja, dat bedoel ik. Och, man. Ja. Ja, maar dat is ook elke keer het plan, hè? Ja. Als je de plannen die opgesteld worden, is altijd een stabiele middenmotor in de Eredivisie. Onder zoveel tijd Europees voetbal. Met kijk op Europees voetbal. Dat valt helemaal niet te plannen. Nee, dat is ook zo. Dat gebeurt je of dat gebeurt je niet. Ja, je moet voor je sponsors moet je natuurlijk een stipje aan de horizon zetten. Je moet ergens op richten natuurlijk. Je moet net een tikkie boven het realisme zitten, zeg maar.
Dan moet je moet ambitie tonen. Maar ja, dan NAC is het volslagen, doorgeslagen opportunisme, lijkt het wel. Als je dit zo hoort. Dat was eigenlijk de link naar de huidige situatie. Ik wil toch nog even terug. Het is 8 jaar geleden. Kunnen we even een minuutje of 2-3 aan besteden. Wat waren jullie ervaringen bij Red NAC toen? Hoe hebben jullie die beleefd? Al die voorbereidingen, die 72 uur daar in die radiostudio in dat glazen huis. Ik heb het eruit geknipt. Want officieel stond in het TV-teamverslag wat je aan het begin hoorde. Ja. Stond nog de opmerking van het glazen huis, maar dat mocht natuurlijk niet gezegd worden. Nee, dat moest heel zwart worden. Een link was met de 3FM natuurlijk. Ja, die moest wel slikken. Maar als jullie terugkijken, ik was er zelf niet bij. Ik ben een jaar later hadden we natuurlijk het 100 jaar bestaan van NAC. Hè, ja. Wat was het? 2012? Ja, 1912. 2012. Ja, 2 jaar achter elkaar. Toen hebben we wel die 26 uur radio gemaakt daar. Toen nog Radverlegstadion inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar even terugkijkend, kort. Hoe hebben jullie dat beleefd, die 3 dagen? Eén grote achtbaan. Ja, dat wel. Dat ging echt heel snel. Snel, weinig slaap. Maar wel heel leuk. Ook wel heel indrukwekkend te zien hoe we kregen de zogenaamde, tussen haakjes, de opdracht vanuit de leiding, vanuit de sponsoren. Jullie als supporters moeten de 4 ton gaan opbrengen. Toen hebben we ook meteen, kregen we vrijdag te horen, zaterdagochtend zijn we meteen met de meeste geledingen zijn we bij elkaar gezitten. De Radmuseum, de fans in de Rad, de museum, de supportersvereniging, brede loco's. Ja. We hebben daar bij elkaar gezeten en we gelijk de handen in één geslagen. We hebben daar best volgens mij wel wat records gebroken. Volgens mij is er nog nooit een stichting in zo weinig, zo kort tijdbestek opgericht met alle statuten, noem maar op. Alles moest ingericht worden om meteen te kunnen functioneren. Ja. En met de meest gunstigste belastingtarieven geld in te kunnen zamelen. Nou, dat werd ik vond het mooi om te zien dat alle expertise's vanuit supporters. Dat wil ik net zeggen. Er zat een notaris tussen. Daar zaten. Alles alle deskundigen kwamen echt van de juridische deskundigen. Ja. En noem maar op om alles maar zo goed mogelijk te kunnen neerzetten. Mensen die thuis waren in de entertainment. In echt goed evenementen kunnen organiseren. Mm-hmm. Dat is ook een kunst. Ja. Om dat allemaal uit de grond te kunnen stampen. En daar kwam eigenlijk wel heel Breda en omgeving kwam daar bij elkaar. En die eensgezindheid, dat vond ik eigenlijk wel het meest bijzondere. En een paar hele leuke gasten vond ik. En dat was misschien wel belangrijk dan dat geld dat we hebben opgehaald. Dat we echt ook aan de rest van Breda hebben kunnen laten zien. Hoe diep NAC in de poriën van de stad zit. Ja, samenhorigheid. Samenhorigheid. Die was heel groot. Ja, dat gaven we nog eens extra aan. Dat was nog wel het belangrijkste wat we in Breda willen laten zien. En de gemeente en noem maar op. Het draagvlak, hoe groot dat draagvlak was. Voor NAC in de stad. En ik denk dat de gemeente daar ook wel blij was. Want die wilde blij mee was. Want die wil natuurlijk ook laten zien van oké. Het zijn impopulaire beslissingen op het moment dat we NAC ergens een beetje een steuntje in de rug moeten geven. Ja. Maar dan is het in ieder geval al aangetoond dat er daadwerkelijk draagvlak voor is in de gemeenschap. En dat was misschien wel de grootste winst van heel de actie. Ja. Nog 2 kleine dingetjes. Hoe waren de veldbedjes? Want het leuke is, zit natuurlijk in de voorbereiding heb ik een aantal van die uren nog na zitten luisteren. Ja, 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 ja. En toen kwam ik het regelmatig de opmerking over de veldbedjes tegen. De veldbedjes in de kleedkamer. Ja, je had net zo goed op je rug op de A16 kunnen gelegen. Dat lag er comfortabeler. Ja. Maar misschien was het meest bijzonder was wel dat het veldbedje aan zich was er niet zo erg. Maar misschien was het wat merkwaardiger als je weet dat Ruud Benaar in zijn naakje naast je ligt, zeg maar. Oh ja. Ja, die slaapt naakt. Ja, okay. Die hadden we ook te gast als naaktgast. Klopt. Ik heb hem ook nog een paar keer voorbij horen komen. En nog iets anders. Dat was de laatste, daar wil ik ermee afsluiten. Want we hebben nog een hoop in de grabbelton straks mee te nemen. Maar ik kwam tegen dat www.rednak.nl nog steeds gereserveerd is. Ja, die hebben we een jaartje kwijtgeraakt. Maar die hebben we meteen gelijk weer geclaimd. We hebben die laten verlopen. En dan had iemand hem geclaimd en noem maar op. Maar die hebben we gelijk weer in onze domein geclaimd. Dus mocht dat een keer gebeuren, dan is hij nog steeds van ons. Het is typisch NAC en de geschiedenis. Dus die zullen we wel een keer nodig hebben. De cyclus van 7-8 jaar. Rond deze tijd moeten we wel weer even gaan opletten. Nou, we hebben eerst de financiële crisis gehad. Nu hebben we weer een sportieve crisis. Ja, dus over een jaar of 7 Dan weer terug. 7-8 jaar cyclus. Hebben we veel te veel geld uitgegeven om NAC weer terug in de Eredivisie te krijgen. Bijvoorbeeld. Moeten we weer opnieuw. Bijvoorbeeld. Oké. Volgende plaats, die is daar eigenlijk een beetje op weg
gezet. Want ik heb in plaats van Diesel een Nederlandse groep heb ik uitgezocht. Ja, want eigenlijk, kijk, NAC zal nooit geen goud worden. Laten we daar heel voor de supporters wel, maar qua prestaties niet. Dus laten we dan uitgaan dat ze zilver zijn. Maar op dit moment zitten we wel heel erg down in de silvermine. Ja. Ah, goed nummer. Lekker. Goeie keuze. Altijd goed.